Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen een donatie ontvangen van Newmont Suriname. Het betreft COVID-verbruiksmiddelen en COVID-lab-benodigheden. De Chester heeft een waarde van bijna een $500,000. Volgens Shirley Soma Sumter, Senior Director External Relations van Newmont Suriname, heeft het bedrijf een bijzondere band met het ziekenhuis. Zoals bekend is Newmont erg keen, om het zo te zeggen, om healthcare van de gemeenschap, health and well-being van de gemeenschap, maar ook van onze workforce te ondersteunen en de communities, van de communities in de gebieden waar we opereren. Jammer genoeg zien we dat de pandemie niet ophoudt, dat het elke keer weer een andere vorm voortgaat, nu in de vorm Omicron. En we zijn daarom van mening dat ziekenhuizen zoals het AZP daarom voldoende support moeten krijgen om deze pandemie het hoofd te bieden. Lindy Liokifa, medisch directeur van AZP, zegt dat Newmont een langdurige partner van het ziekenhuis is. Het is voornamelijk voor COVID, maar ja, ook van andere dingen ondersteunt ons natuurlijk. En we zijn daar heel, heel erg blij mee. Het is een substantieel bedrag. Het is bijna $500,000 dollar wat ze nu weer aan ons schenken aan waarde. En het zijn materialen die we echt wel kunnen gebruiken binnen de COVID-zorg. Dus het levert echt een belangrijke bijdrage aan de zorg die we leveren aan die gemeenschap. En dat de meeste donaties naar ons komen, ja. We zijn het grootste ziekenhuis. We hebben een belangrijk deel van de COVID-zorg wordt ook in het academisch ziekenhuis gedaan. We hebben voornamelijk op de intensive care, waar wij voorheen inderdaad ook de meeste intensive care bedden hebben. Dat hebben we nu iets teruggebracht, omdat we ook weer de reguliere zorg moesten oppakken. Dat is denk ik ook de belangrijkste reden waarom Newmont aan ons gedenkt. Verder heeft Newmont ons ook geholpen met diagnostiek. Daar heeft Newmont ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van onder andere COVID-diagnostiek voor AZ. En AZ doet het natuurlijk voor het land. Bij de symbolische overhandiging is slechts een deel uit de donatie die het ziekenhuis heeft ontvangen afgegeven.